it. Thank you.
vasthaalde. Ik heb net gezegd dat ik ga het kort houden, want er is allemaal genoeg gezegd geworden. Maar ik wil en ik moet een aantal mensen natuurlijk bedanken. Ik ga bedanken de eigenaren van de objecten om dit mogelijk te maken. Want zonder objecten heb je niks te oefenen. Bedankt wedstrijdleiders. Mensen, de juryleden natuurlijk, maar met name de wedstrijdleiders die eventjes vanuit Noord-Holland hier naartoe zijn gekomen om deze dag te helpen begeleiden. Maar vooral... vooral wil ik hier op deze plek met name Post-Aalten, alle leden daarvan, natuurlijk de partners van onze leden, de oud-leden, vrienden en bekenden van de collega's, welke allemaal geholpen hebben om deze dag te organiseren. Het betekent het organiseren van twee fantastische scenario's en het organiseren van deze gezellige locatie. Ik ga ook... jullie bedanken voor jullie... aanwezigheid natuurlijk. Maar... ik ga jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Voor jullie enthousiasme op de banen. En de leuke reacties welke we nu al achteraf gekregen hebben. Daar doen wij het voor. Allemaal bedankt. En voor de jongens en meiden die in de top 3 gaan eindigen. Heel veel succes in de volgende ronde. En ik geef hierbij het woord. Ja, goedenavond dames en heren, jongens en meisjes die er zijn. Namens het Algemeen Brandweerwedstrijdcomité, hartelijk welkom in Aalten. Ja, we hebben dit al even kort gememoreerd. Mijn naam is Bert van der Heerik en ik heb mijn collega Tom Taan meegenomen. Wij hebben vandaag ondersteuning verleend aan de collega's in Gelderland. En ik denk dat we dat op een voortreffelijke manier samengewerkt hebben. Dus dat gaat denk ik een chapeau. En zo zie je hoe het AWC belangrijk is, niet alleen in de regio of in de provincie, maar ook voor heel Nederland. Dus chapeau. Dan een bijzonder welkom aan de burgemeester, de heer van Stapelkamp. Hij zal zo meteen na mijn praatje de prijs uitreiken, dus nog heel erg geduld, maar weet wat. Maar dan, ik doe het eigenlijk, ga ik het een beetje andersom doen nu. In ieder geval zonder de jury geen prijsuitreiking. Dus dank aan alle juryleden en daar mogen we graag een hartelijk applaus voor. De Waarnemers en juryleden, kom even aan langs. Je krijgt een presentie van het Korps Aalten. Dus stap even bij ons binnen en dan gaan we dat even verwerken. Dus graag heren, kom even langs. Niet blijven staan, want anders duurt het toch veel langer. Vandaag mee te werken, ja, absoluut. Thank you.
jammer in ieder geval. Kijk, het AWC is natuurlijk, het organiseren van een wedstrijd is natuurlijk fantastisch. Het is altijd een goed gebruik als je een wedstrijd organiseert, dat je dan een mooie herinnering krijgt voor op de borst. Dus mocht je een wedstrijd willen organiseren, meld je dan even bij de provinciale wedstrijdleider. En dan gaat het voorplein voor volgend jaar goed komen. Ik heb geen idee of zij al voldoende plek hebben. Ik ga het echt om. Plek genoeg hoor ik. Ja, hartstikke mooi. Dan zou ik graag de twee heren die voor de, in ieder geval voor de 1-1-2 waren, dat is Job Wessing en voor de brandkasten Patrick Schoppers, even naar voren willen halen. Zij waren vandaag degene die zorgen dat de baan iedere keer tip-top in orde was om jullie goed te laten spelen. Heren, geluk. In ieder geval altijd bedankt voor jullie fantastische organisatie. Dan toch best wel wat te vermelden, en het is best wel heel erg leuk. We hebben ook een ploeg, met name de brandkast, dat is de ploeg van Oosterbeek. Zij deden vandaag voor de eerste keer, heb ik wel laten vertellen dat ze voor de eerste keer meedoen. Of in de prijzen, want dat is misschien nog even de tweede. Maar ik vind het wel heel erg leuk en bijzonder dat toch een ploeg weer gaat meedoen. Deelnemen aan een succes. Dan, als je vandaag 1, 2 of 3 gaat worden, zowel op beide banen, en dan ga ik het vandaag nog naar de 1-1-2 baan. Als je eerste wordt, speel je op 20 mei Elp Noord-Brabant. Word je tweede op de 1-2 baan, dan speel je op 13 mei Littervoort, Limburg. Dan word je derde, 20 mei, en dan ga je wederom naar Elp in Noord-Brabant. Voor de klasse brand speelt degene die eerste wordt, die speelt op 20 mei Gieten in Drenthe. Degene die tweede wordt, die speelt 20 mei in jullie eigen provincie Gelderland-Ermelo. En word je derde, dan speel je op 13 mei Hoornikum-Friesland. Dan, ik ben er bijna. Dan even een korte toelichting van de baan. Ik ga niet vertellen wat het scenario is, want dat staat allemaal in jullie boekjes. Alle zaken die zijn bezaakt, die vandaag besproken zijn, hebben jullie door middel van het Verbek teruggekregen. Ik heb een aantal zaken die we toch even graag mee willen nemen. Met name op de 1-2 baan. Dat het slachtoffer is een keer via de kortste weg naar buiten gebracht wordt. Dat verdient een compliment. Hartstikke goed. Dan uiteindelijk voor de boekhoudse brandbestrijding. Besteed aandacht aan de basisprincipe. En de manschap 2.0. En daarnaast, als laatste, maak een buitenverkenning. Dat was het wat mij betreft. Ik zou willen vragen dat alle bevelvoerders naar voren willen komen. Degenen die op de brandbaan staan, die komen hier te staan. Iedereen die op de 1-2 baan staat, mag hier komen staan. En ik geef dat het woord van de burgemeester. Lang geleden zat ik in het mbo les te geven en dat is jouw man blijven staan. En ik werd het vanzelf rustig. Maar goed, lang geleden ook is het dat ik zoveel brandweermannen en vrouwen, brandweermannen haal, moeten we nu geloof ik volgens sommige gidsjes zeggen, bij elkaar gezien heb. Ik heb dan een paar keer een hele grote brand meegemaakt. Ik geloof met wel bijna 20 posten of zo die uitgerukt waren, maar bij elkaar, dat was toch, dat heb ik niet heel veel gedaan. Dus hartstikke mooi dat jullie met zoveel mensen zijn. Ik ben al 12 jaar burgemeester en het is elke keer weer toch voor mij weer bijzonder om te zien wat een bijzonder wereldje die brandweerwereld is.
Want er zijn niet zoveel beroepsgroepen waar mensen op de zaterdag nog een wedstrijdje gaan spelen om nog beter door de week hun werk te kunnen doen. Dat is toch een beetje een vreemde gewoonte. Ik zie mijn medewerkers niet op zaterdag oefeningen doen in wie kan de snelste of het beste een vergunning afgeven of iets dergelijks. Zou misschien nog een goed idee zijn, soms weer duurt het wat lang, misschien zullen sommigen denken. Maar dus dat zegt wel iets over jullie gedrevenheid en daar ben ik dankbaar voor, daar zijn velen dankbaar voor. Het Nederlandse brandweersysteem is toch bijna uniek in de wereld en daar mogen we trots op zijn. Als burgemeester van Aalten, en ik woon hier ook in dit mooie dorp, ben ik natuurlijk ook hartstikke trots op deze actieve ploeg. Want het is simpel gezegd een penswerk om dit allemaal te doen. Ook dat moet je er maar weer allemaal bij doen. En dus dat zegt iets over de sfeer, over het enthousiasme, de gedrevenheid. Dus erg dankbaar voor al dat werk. Hartstikke mooi dat deze groep dat doet. Ja, dat mag best nog een keer een applausje. Oké, zo is het. Nou, dan ga ik over tot de bekendmaking van de uitslag. En dan begin ik met 1-1-2, die staat hier. 10e plaats, Zutphen 2. 3. Niet opgekomen, konden we een auto niet vinden. Nee, er was iets anders, maar weet ik niet precies. Die hebben die afgezegd op het laatst. De 9e plaats, Nutspeet. .1491 de totaalscore. 8e plaats, Postburen. Doe jullie burgemeester de groeten, de nieuwe. Die kennen we hier. Was ooit wethouder in Aalten. Heeft die vak geleerd, zullen we zeggen. En dan, 7e plaats, Zaltbommel 2. Van die profi's had je toch eigenlijk een hogere score verwacht. De jongens van Defensie, en dat is wel leuk, hè? Ik ben daar laatst geweest bij jullie namelijk op de kazerne. Ja, met alle burgemeesters van de burgemeestersconferenties in het begin van het jaar. Dit keer zijn we met z'n allen op de schietbaan geweest. Dus ik heb allemaal gezien al jullie materiaal. Maar goed, dat kunnen we niet altijd winnen, zullen we zeggen. 5e plaats, Kootwijker Broek 2. 4e plaats, Flevoland, Mark Nissen. 10e plaats voor de brandbestrijding. Stekeren. 9e plaats, Winterswijk 2. 8e plek, Ens 2. Zevende plek, Reden. Zesde plek, Lunteren. Ja.
Oosterbeek. Ja, gaan we even naar links. 1-1-2. En op de derde plek. En wat was het op 13 mei naar Den Helder, geloof ik. De Post Gameren 2. Tweede plek. Gelderland Midden, Post. Harskamp 2. En dan is de winnaar dus Gelderland Zuidpost Lienden. Gracias.